belangrijk om in deze tijden van energiecrisis ook een stukje toekomstperspectief te geven. En enerzijds wat toelichting geven bij de crisis, maar anderzijds ook op toch algemenere thema's, klimaatneutraliteit, hè, voor Eneco heel belangrijk. Maar anderzijds ook ondernemerschap, duurzaamheid, een aantal andere relevante thema's aan te snijden om klanten toch ergens een zaadje te planten en toch ook met een ander perspectief terug huiswaarts te keren. Heel goede avond. Dames en heren, laat me eerst en vooral beginnen met u allemaal heel hartelijk welkom te heten hier. Maar je merkt ook, dat is bij alle gezinnen, bij alle mensen zo. Mensen zitten de verwarming wat lager, zijn bewuster met hun energie-BMI bezig. Hè. Dat kan het allemaal nog wat je in het verleden gedaan hebt. En zit er niet ergens een verandering van gedrag in. Dus dat is wel een belangrijk. Ja. Een sterk verminderd verbruik, dat is wat wij waarnemen aan B2B. Ik vergelijk hernieuwbare bronnen van energie heel graag met adolescenten. En ik ben zelf vader van twee, dus ik denk twee pubers. Als je wil dat ze werken, Hanne, dan liggen ze lui in de zetel. En als je zou bidden dat ze stil zijn, dan zetten ze het kot op snel. Vandaar dat ik in een harmonieus gezin nog altijd plaats zie voor de warmte en de liefde van de moeder, zijn de gasgestookte thermische centrales, en de tucht en de discipline van de vader, de kerncentrales. Ik zeg altijd, als ondernemer heb je de 3 G's nodig. De goesting, de guts en dan het gezond verstand om niet al te domme dingen te doen. Het zit eigenlijk tussen de oren, zie je die klant als een melkkoe die Poetin-gewijs plat bombardeert met allerlei projectielen. Er zit er eens eentje op, eentje ernaast. Heel veel collateral damage. Of ga ik heel gericht niet schieten, maar dingen aanreiken die die klant op dat ogenblik graag heeft. Dat is een stalker, dat is een belker. Het is een geweldige moeilijkheid om zowel mensen als bedrijven op korte termijn in een echte fundamentele transitie te steken. Mensen willen niet veranderen. Veel mensen zijn routinedieren die al zenuwachtig worden van het idee dat ze bij wijze van spreken naar een andere winkel moeten gaan of dat hun product er niet meer is dat ze graag hebben of dat er een herschikking in de supermarkt is gebeurd. Laat staan dat je die dus in een soort complete gedragsverandering moet steken. Het gaat om investeringen. Als de overheid en de privé investeringen doet, creëren ze een activa dat productief is, dat in de toekomst meer inkomen en productie op een duurzame wijze zal mogelijk maken. En daartegenover zal dan staan schuld. Maar zolang de kost van de schuld kleiner is dan het rendement dat we daar realiseren, dan zeg ik, we moeten dat doen. We moeten niet wachten. En wie heeft er dikke miserie op het werk? Zijn hier mensen met dikke miserie? Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk dat we zo'n evenement organiseren, omdat we dan zowel de klanten als onszelf een beetje kunnen laten tonen wie dat wij zijn. Belangrijk naar de klanten toe, dat wij ook weten wat hun problemen zijn, dat we er ook eens kunnen aan horen, maar ook wat opportuniteiten zijn. En echt het imago van Eneco uitdragen, dat doet het tijdens zo'n eigenlijk heel leuk evenement. Met een lach en een traan een beetje, serieuze topics, zeer grappige topics, tonen wie dat een eco is in hart en nieren. Dat is belangrijk. Aangenaam verrast door de kwaliteit van wat wij gezien hebben en gehoord hebben. Dus alle sprekers, het fun gedeelte daarna ook, was echt eigenlijk van nationaal topniveau. Heel gevarieerde sprekers, allemaal met hun één boodschap, maar heel interessant.